over natuurkunde? Nee, dat hebben we niet. Maar ik zag online een website die je zou kunnen searchen. Een website? Maar ik heb geen data. Ik heb geen geld. Straks kreeg ik nog een 2. Hoe wist jij dat jij gratis kan browsen? Met free data van Telesur. We gaan dus nu over naar het activeren van de dienst free data voor afstand onderwijs. In plaats van naar 4040 te sms'en moet je nou naar 4055 sms'en. 4055. Druk je. Free on. Send. Even wachten. Oké, en dan gaat het nummer terug sms'en. Dan vraagt wil je het activeren. Druk A. Dus ik druk A. Ja, en dan zijn we geactiveerd. Alleen een klein stapje tussendoor. Je moet je APN veranderen. En dat ga ik jullie ook wezen. Dit is een Android-telefoon, maar bij iPhone heb je een kleine aanpassing. Moet je dat even volgen. Moet je naar Connections gaan. Mobile Networks. Access Points. En dan moet je als APN connect.telesuur.sr zetten. En activeer je hem. En dus nu kan je er gebruik van maken. En dan ga ik naar mijn browser. Druk je op socialbeing.com. Oké, en nu gaat de president het lanceren. Door op go te drukken. En daar is hij dan. Vandaag is de nieuwe dienst van Telesuur Free Data voor afstandsonderwijs gelaunched. Het is een initiatief vanuit het onderwijsveld en Telesuur heeft eigenlijk ingespeeld op de behoeften vanuit de gemeenschap om op een voordelige manier toch toegang te bieden aan studenten om op het internet te gaan om studiemateriaal te verzamelen. Het is geheel gratis, ja. Het is geheel gratis. Dus stel dat ze bijvoorbeeld $5 op hun asbeltegoed hebben. Als ze op deze sites gaan, wordt het niet afgetrokken. Of als ze helemaal geen beltegoed hebben, kunnen ze nog steeds op de sites van Social Being, van Moodle. Met onze partner Telesuur hebben we samen gekeken welke educatieve websites en nog meer via de free data optie toegankelijk gemaakt zouden kunnen worden. Zoals de universiteit en Polytechnic College. Evenals het examenbureau, waar bijvoorbeeld de oude examens van Mulo, HAVO, VWO gedownload kunnen worden. En er zijn er nog een paar sites voor GLO, lager onderwijs, waar bijvoorbeeld reken- en taalspelletjes gespeeld kunnen worden. En een site waar GLO-leerkrachten gemakkelijk oefenbladen kunnen aanmaken. Zoveel info vind je hier. Zoveel websites, wat een deal! Er is zelfs een Zoom-achtige applicatie, Big Blue Button, die toegankelijk is gemaakt. Het ministerie heeft onlangs verder een groot deel van alle boeken die de kinderen op school gebruiken, op de lagere school, digitaal beschikbaar gemaakt. De ouders waren bijzonder blij. Alle leerkrachten, leerlingen en hun ouders hebben toegang tot alle boeken via hun mobiel. En het mooie is, ook die boeken kunnen thans met free data optie, met de free data optie bekeken worden. Vandaag wordt met de launch van free data ten behoeve van afstandonderwijs bewezen dat ondanks de uitdagende periode waarin wij verkeren, wij de studenten, zo u wilt, de scholieren, dat wij het licht voor hen laten schijnen. Wat? Gratis online? Hey, nomi kastuka vrij. Het UNICEF-mandaat luidt No Child Left Behind. Ik hoop van harte dat met het lunchen van de dienst Free Data voor studenten, alle kinderen in Suriname en met name de kinderen in het binnenland gebruik kunnen maken van deze dienst. Ik moet eraan toevoegen dat met het landelijk netwerk van Telesuur dat toch wel vrij uitgestrekt is richting het binnenland, dat Free Data mogelijk is voor leerlingen in zowel de kustvlakte, maar ook in het verre binnenland. Waar de leraar of de leerling zich bevindt, op ons netwerk is dit allemaal mogelijk.
Wij dragen hier en bij aan de voortgang van het onderwijsproces, zodat wij ook de digitale toekomst van onze jeugd veilig kunnen stellen. Free data, het is gemaakt voor iedereen. Samen met Telesuur zijn ook vele studenten te bereiken, ook diegenen die geen internet hebben. En dit is pas het begin. Wij kijken namens Social Being er naar uit om samen met Telesuur, het ministerie van Onderwijs en andere stakeholders nog verder te gaan en nog meer ontwikkelingen te maken ten behoeve van ons onderwijs. Afstandsonderwijs bestaat al jaren, tientallen jaren. Dat is een normaal onderwijssysteem in het buitenland. Hoeveel mensen studeren niet af? Op afstandsonderwijs. Maar de COVID is een dreiging. Maar de COVID biedt ook haar kansen. En dit is een prachtige kans. Dat we nu het afstandsonderwijs versneld gaan implementeren naar de samenleving. Wat trafas node. Astuka mus godoro, astuka mus tuka. Am godoro. Met Telesuur kan jij dat ook doen. SMS 4055 voor kies. SMS 4055 voor kies dat is. SMS free on naar 4055. 4055. Druk je. Free on. Send. Oké, en dan gaat het nummer terug sms'en. De vraag wil je het activeren. Druk A. Dus ik druk A. Ja, en dat is nu geactiveerd. Alleen een klein stapje tussendoor. Je moet je APN veranderen. En dat ga ik jullie ook wijzen. Dit is een Android-telefoon, maar bij iPhone heb je een kleine aanpassing. Moet je dat even volgen. Moet je naar Connections gaan. Mobile Networks. Access Points. En dan moet je als APN connect.telesuur.sr zetten. En activeer je hem. En dus nu kan je er gebruik van maken. En dan ga ik naar mijn browser. Druk je op socialbeing.com. Oké, en nu gaat de president het lanceren. Door op go te drukken. En daar is hij dan. SMS free on naar 4055. Fukisadil.